Meijerijstad staat de komende 4 dagen in het teken van een internationaal documentaire festival onder de naam Beholders Documentary Dialogues. Het is voortgekomen in Docs in the City. En dat was in Schijndel. Maar het is nu heel groot. Op alle plekken in alle dorpen in Meijerijstad worden documentaires vertoond. Heel belangrijk is de verbinding tussen al die kernen. Die kun je eigenlijk op 2 manieren interpreteren. Enerzijds bedoelen we met verbinden dat we de gemeente Meijerijstad willen verbinden. We hebben daarom dus bijzondere locaties uitgekozen uit alle kernen van Meijerijstad, waar we de filmvertoningen laten zien. Zodat iedereen onderdeel kan worden van het festival. Of dat nou Olland is, Erp, Veghel, Schijndel, Sint-Oederode. Dat we samen dit festival gaan dragen. En samen Meijerijstad op de kaart kunnen zetten. Dus dat is de ene uitleg over verbinden. Maar aan de andere kant gaat het natuurlijk ook over mensen met elkaar verbinden. De documentairemakers met het publiek verbinden, het publiek met elkaar verbinden, de gasten met elkaar in gesprek laten gaan. En dat er mooie verhalen gaan ontstaan aan de hand van de documentaire die ze samen hebben gekeken. Het is dus niet zomaar, we gaan een avondje naar de film en dan gaan we naar huis. Nee, zeker niet. Het begint misschien wel na de film. Dat is het allerbelangrijkste. Dat wij, bringing social back. We willen gewoon weg van de iPhone, weg van de iPad, weg van de computer. Het gaat om live contact met elkaar. Ik zag het programma en toen dacht ik van, jeetje, wat een uitgebreid programma. En nou wil ik Meijerijstad niet tekort doen, maar voor zo'n gemeente is het volgens mij best heel groot. Waar eindigt dit? Ja, goede vraag. Dit is de start en we zullen zien waar het eindigt. Maar we willen hier gewoon echt iets op de kaart zetten en vandaar dat we het gewoon zo groot hebben aangepakt. En waar het gaat eindigen, ik weet het niet.